Hallo allemaal en welkom bij deze hele nieuwe vlog. Het is een hele speciale dag vandaag, want ik duik vandaag de studio in. Ik ga 4 liedjes zelfs opnemen. Wat het precies is, blijft nog een beetje verrassing. Misschien dat je al het een en ander vandaag in het vlog kan zien. Maar ik ga in ieder geval alles filmen. En mocht je trouwens denken, Rutger, wat ben je ineens scherp voor een vlog? Ik heb een nieuwe camera. Het is de Canon S120. Ik zal even een linkje in de beschrijving zetten. Kan je die camera checken, mocht je ook willen gaan vloggen. Maar anyway, ik moet nog 3 uur reizen, want het is helemaal in Zeeland. En het is nu 7:15 ochtends, veel te vroeg voor mij. Maar ja, ik ga nu met de bus, met de trein en nog een keer met de bus. En ik hoop maar dat het goed komt. We gaan het zien, want jullie mogen heel de dag mee. Let's go! En ik heb lekker gemonteerd in de trein, dus dat was een beetje vooruitgewerkt aan de video van volgende week. Dus daar hebben jullie al iets van kunnen zien. Ik moet nu op zoek naar de bus en ik ben hier nog nooit eerder geweest. Dus ik hoop dat ik het allemaal op tijd red. Yeah. Yay, bussen! Ik was even bang dat ik het niet kon vinden, maar ik zie daar in ieder geval bussen. Of krukken. Ja, even komen. Hoi. Oh, nou, ik ben even aan het filmen. Hoi allemaal. Jeetje, gewoon een heel welkomstcomité hier in Terneuzen. Super gezellig. Wat willen jullie? Een foto. Oh ja, tuurlijk, we gaan even op de foto. Hebben jullie een telefoon bij jullie? Ja. Kom. Nou, daar is de diva hoor. Ik laat die mij een beetje alleen achter. Gelukkig had ik gezelschap van wat kijkers, maar... Diva! Ik had het bijna niet gered. Ja, het spijt me. Ik heb gerend. Oké. Okay. Want het bord in de bus deed het ineens niet. En ik ken het natuurlijk heel de weg niet. Maar ik had even aan de buschauffeur gevraagd. Dat is allemaal goed gekomen. En er stonden kijkers op me op te wachten. Oh, nou, zelfs hier in het... Gewoon een welkomstcomité. Allemaal geregeld voor mij. Maar echt? Nee, nee. Nou, we gaan nu denk ik naar je huis, toch? Ja, klopt. Oké. Okay. Nou, let's go. Ik ben inmiddels bij Ivar thuis en op het eerste zicht lijkt het een heel normaal huis. Kijk, je hebt bijvoorbeeld de badkamer. Maar als je dan... En hier heb je gewoon de was. Sorry Ivar dat ik het laat zien. Maar dan kom je hier gewoon in een andere kamer. Die is gewoon helemaal omgebouwd tot studio. Kijk, met allemaal van die geluidsdempers. Nopjes. En nou, dan heb je hier zo'n masterlijke setup. Maar dat is nog niet alles, want dan gaan we naar de kamer hiernaast. En kijk. Hier heb je gewoon echt een hele studioruimte. En dat noem je dan de booth. En dan is dat de control room, zoals het technisch termen heet. Oh, wat maar eigenlijk is het gewoon slaapkamer 1 en slaapkamer 2. Dus ik zie mezelf al helemaal staan hier. Ja. En dan moet hij een stuk hoger. Ja, dat wel. Ja, wat cool hè. Echt vet. Oh kijk, en een keyboard. Heel erg vet. Nice. Als eerste beginnen we nu met het opnieuw... dat gaat goed. Ja. Als eerste gaan we nu beginnen, als mijn stem het trekt, met het opnieuw inzingen van mijn intro. Want die heb ik ooit opgenomen en dan zong ik elke dag is First Day. Maar eigenlijk is het natuurlijk donderdag First Day inmiddels. Dus, dat gaan we nu even inzingen. En ik ben zenuwachtig. Maar dat maakt niet uit. Ik heb echt de kleinste camera ooit gekocht. En dit is echt het grootste statief, krijgt hij, dat ik ooit heb gezien. Ik moet nog even een plaatje pakken voor de rond. Oh ja, halloi. Ja, hij doet het. Wow, ik hoor Ivar in mijn oor. Zeg eens iets geils. Nee. Want het eerste, dat is echt op me. Dat is super hoog. I can do it. Oké, okay, let's go. Ja. First day, first day, donderdag is first day. Het is tijd voor weer een heel nieuw filmpje op first day. Oh ja, en we moeten ook nog de woe. Ja, dat hoor je niet, maar dat zou je niet zeggen. Maar er zit ook een woe heel het in. Woe, woe, woe. Het is vandaag first day en we hebben het net ingezongen. Ja, het is... En Ivar zegt dat ik krijg de komende 6 dagen niet uit mijn hoofd. Ik heb hem gerustgesteld. Daarna is het weer first day, dus hoor je het weer.
Nou, ik ben heel erg benieuwd. Nou. Het was heel erg leuk om te doen, dit al. Ging het goed? Het ging heel goed. Heb ik talent? Je hebt talent, ik denk dat... Maar ook voor zingen, zeg maar. Ik denk dat The Voice of Holland een talent mist. Ja? Ik weet dat je niet gaat meedoen. Oké, oh, ik hoor iets. Ondertussen heb ik je camera gejat en ben ik aan het vloggen, hè? Oh. Hallo. Dames en heren, jullie ziet. Ik heet u van harte welkom in de Ivar-kerk. Kapel Ivar. Hallo, ik hoor stemmen. Ja, dat hoor je wel vaker. Ja, oh, dan kan ik bij Astro TV werken. Ja. De intro en mijn liedje staan er nu op. En nu gaan we naar het derde liedje. En dat is voor Ivar's kanaal. We gaan Hall of Fame doen. Yes, van The Script and The Will Script. I Am. Is het eigenlijk een verrassing? Mag ik dat zeggen eigenlijk? Oh, ja, dat mag je gewoon zeggen. Oké, okay, nou bij deze, anders had ik het al verklapt. Anders zit het nu op het internet. Maar ik ben heel erg benieuwd, want dat is heel erg hoog. En dat is zoiets van... Standing in the Hall of Fame! Zo zie ik hem in ieder geval onder de douche altijd. We gaan ook de microfoon in de douche zetten voor ja, ik ga inderdaad onder de douche. Dus dat wordt wat. Holy glitter, moet je eens kijken jongens. Oh, dat is 20.000 abonnees. Op mijn tweede kanaal, what the fuck, dank jullie wel. En om dat te vieren heb ik nu een derde kanaal. Nee, grapje. Maar we gaan nu echt inzingen. Omdat het een wat intenser liedje is, zeg maar wat krachtiger, gaan we nu staan. En mijn laptop zo met de tekst, want eerlijk gezegd, die weet ik niet helemaal uit mijn hoofd. Ik ben heel erg benieuwd of dit goed gaat, want het is op een gegeven moment heel erg hoog. Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. Ik ben echt een rapper, jongens. Jongens, het is geen autotune, het is echt Standing in the Hall of Fame. Oeh, die heb ik nog helemaal niet gedaan. Oh, we moeten nog gaan Ik moet horen. Terug. We ik wil nog gaan horen. Standing in the Hall of Fame. Maar we zijn dus nu nog steeds niet klaar, want het vierde nummer wordt opgenomen. En dat is een nieuwe parodie die binnenkort op mijn hoofdkanaal online komt. En het is... Ik hoor hier een baby huilen, ik hoop dat het allemaal goed gaat. Het heeft in ieder geval wel iets met een kinderfilm te maken, meer zeg ik niet. Maar ja, dat komt binnenkort ook online. We gaan nu de videoclip opnemen, maar nu heeft Ivar mij verteld dat ik foundation op moet doen. En eerlijk gezegd doe ik dat normaal niet, ook niet in mijn video's. Maar ja, dus ik ben nu met een kwastje bezig, dus welkom bij deze make-up tutorial. Even kijken, nou we gaan het allemaal goed. Ik heb er al iets op gedaan, maar ik dacht ik laat het even op camera zien. Echt. Nou, jullie zien wel het eindresultaat straks. Nou, ik ben inmiddels helemaal voorzien van een laag schmink. En we gaan ze opnemen. En ja, uiteindelijk wordt het ongeveer net zoiets als deze clip. Dit soort beelden gaan het worden. En dat wordt dan afgewisseld met jullie beelden die jullie hebben ingestuurd. Ja, ik ben heel erg excited, dus we gaan nu beginnen. We hebben net de beelden geschoten voor bij mijn eigen nummer. En zometeen gaan we Hall of Fame doen. Maar moet je eens kijken jongens, inmiddels... Kei hard. En het onweert ook. Maar gelukkig zitten wij veilig binnen. En gaan we nu dus Standing in the Hall of Fame opnemen. In mijn korte broekie, lekkere videoclipje opnemen. In mijn korte broekie, in mijn korte broekie. Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. En this is how we roll. Zo werkt het. Oh ja, we gaan het opnemen natuurlijk. Ja, ik kan hem morgen online zetten hoor, als je wil. We zijn het aan het opnemen en Ivar zegt net... Ja, dat hij er zo van geniet. Ja, je ziet je gewoon helemaal stralen. Maar altijd als ik ook op straat loop met oordopjes in, dan waan ik me altijd in mijn eigen videoclip. Dus als niemand kijkt, en soms ook wel eens mensen wel kijken, maar dan zit ik gewoon... Nu bijvoorbeeld... Dan ben ik al gewoon in mijn eigen... wereldvideo. Dan zie ik ook alle camera's en lichten staan. Terwijl die zijn er niet, maar dan zie ik dat allemaal gewoon. Ja, precies. Wat en nu kan ik het eigenlijk echt een keer voor een camera doen. Dus
superleuk. We zijn klaar! Yay! De clip staat erop. We hebben 4 verschillende liedjes opgenomen. 2 clips. Het is niet normaal. Productief zijn we, hè? Ja, zeker wel. Ja. 3 nummers. Dat heb ik nog nooit op één dag gedaan. Niet normaal. Dus ik ga zo meteen maar weer richting huis. Dat is heel erg gezellig trouwens. Als jullie Ivar zijn kanaal willen checken, waar de video op komt, dat is youtube.com/IvarMusic. Staat nu in beeld. En het linkje staat ook in de beschrijving. Dus abonneer je ook even op Ivar. Het is inmiddels 9:15 en ik ben onderweg naar huis. Alleen, ik heb best wel een beetje trek gekregen. Maar dat is dus typisch Zeeland blijkbaar. Alles is hier nu al dicht op het station. Er is niks te krijgen, er is zelfs geen snoepautomaat. Dus ik moet nu maar een beetje honger lijden onderweg naar huis. En ik besef me net ineens dat echt al die foundation en zo nog gewoon op mijn gezicht zit. Dus ik hoop niet dat je dat heel erg ziet. En dat mensen me daar aankijken en anders, ach, maybe it's Maybelline. Anyway, over 3 uur ben ik al thuis, dus wat zeur ik. Ach, dat overleef ik ook wel. Welkom bij het glamorouse leven van een YouTuber. Op het ene moment sta je in de studio in te zingen en op het andere moment moet je 3 uur, meer dan 3 uur reizen en word je helemaal nat geregend. Maar goed, ik ben bijna thuis, dus ik ga de vlog hierbij afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om naar te kijken. Als je de video leuk vond, doe dan natuurlijk even een duimpje omhoog. Als je nog niet geabonneerd bent op dit kanaal, kan je dat ook even doen. Blijf je op de hoogte van al mijn nieuwe video's. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Doei! Ik ben er sluit van vrede, mijn auto.